Evenementen die voor het Floriadejaar waren georganiseerd, die krijgen dit jaar een vervolg. Zoals Almere Floats, Dutch Water Week, Connection Cultures en ook Zomer in Haven. We gaan praten met Nick Smit. Hij is de directeur van Almere City Marketing. Nick, goedemiddag als eerst. Ja, vooruitkijkend, maar laten we eerst ook nog even terugkijken. Waar was je het meest trots op afgelopen jaar? Hoi, goedemiddag. Uiteraard dat we een heel bijzonder jaar hebben gehad. Na 2 jaar echt stilstaan, dat we opeens in het voorjaar helemaal los konden en ook weer zonder beperkingen evenementen konden gaan organiseren in de stad. Dat er weer leven in de brouwerij was en dat we daar met z'n allen door keihard de schouders onder te zetten, met echt heel veel partijen in de stad, dat wel tot een succes hebben kunnen maken. Je noemt al een paar voorbeelden van de evenementen die speciaal voor het Floriadejaar ontwikkeld zijn. Echt met het idee dat we ze daarna nog zouden voort kunnen zetten. En dat lijkt te lukken, want niet alle evenementen die jij noemde waren daar een voorbeeld van. De Dutch Water Week, dat is echt een op zich staand ding, maar ook dat komt komend jaar weer terug. Ja, waar ben je het meest trots op dat terug gaat komen? Ja, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, hè, van wie is de favoriete van je kinderen. ik vond Almere Floats was een fantastisch feest natuurlijk, dus dat is ontzettend leuk dat het terugkomt. Maar ook de Urban City Games was een geweldig festijn van sport in de stad. Heel erg mooi om te zien. Connecting cultures. Zit je nog wel eens te bibberen? Ik denk van, als het maar weer goed blijft gaan, als we maar alles wel weer kunnen blijven doen inderdaad dit jaar. Ja, bibberen niet, maar tuurlijk, je houdt dat wel in de gaten. Maar ik hoop dat we wel geleerd hebben om er zodanig mee om te gaan dat we niet meer van die draconische maatregelen gaan krijgen als daarvoor. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit, maar we gaan er vanuit van niet. Dus we bereiden ons gewoon voor op weer een fantastisch evenementenjaar en een toeristisch jaar. Nick, zijn er ook dingen die bijkomen eigenlijk, wat nieuw is? Jazeker. Sowieso hebben we nieuwe plekken. Hè? Het nieuwe evenementenstrand gaat in gebruik genomen worden bij het Almere Strand. Hè, waar zand en Free and Summer onder andere plaats gaan vinden. Evenementenstrand was altijd een fantastische plek, maar ja, er komen steeds meer mensen in Duin wonen die ook naar het strand willen. Dan is het niet handig als dat is afgezet met hekken vanwege evenementen. En dat hoeft nu ook niet meer, want er is een nieuw strand parallel aan de A6 aangelegd voor de evenementen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Er zijn een aantal bekende evenementen op sportgebied. Hè? Dus als je goede voornemens hebt, je kan de City Run gaan doen, de Ultimate Team Challenge, de triathlon. Maar nieuw is de KLM Urban Trail in oktober. Dat is een soort City Run die door allerlei gebouwen en gekke plekken in de stad gaat. En als je wat minder van de sporter bent, maar van ander soort goede voornemens, van ik ga lekker genieten het komend jaar, dan kan je naar een nieuw bierfestival in het Lumière Park. Dat ligt ons beter. Ja, dat ligt je beter. Maak je borst maar nat. In juli komt daar een groot bierfestival, Mout. Oh, leuk. Superleuk. Ja. Wat zeg je? Nee, ik zeg mooie dingen dus inderdaad, wat je tegemoet ziet komen. Ja. Ja, absoluut. Ook wat we ook wel willen noemen, dat we gaan beginnen met de muziek aan de haven. Dat wil zeggen, elke laatste zaterdag van de maand, van april tot september, live muziek. Lekker aan de terrassen, aan de mooie vernieuwde havenkom. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, er is echt genoeg te doen. Je kan het lijstje gewoon niet. Dan zitten we hier vanmiddag om 6 uur. Ik kan nog wel even doorgaan. Ja, ja, precies. Ja. Handy zei het al, waar kijk je het meest naar uit? Ik doe aan bijna al die sportevenementen wel mee, maar misschien kijk ik toch ook wel uit naar dat bierfestival. Ja, en misschien worden wij weer uitgenodigd met de triathlon ook daar. Als je het toch over sport hebt, hè, de Dutch Water Week werd heel groots aangekondigd. Dat was natuurlijk wel een aanloopje nodig, hebben we ook wel een beetje kunnen zien. Ja, we wilden het dichter bij het publiek gaan halen. Gaat het dit jaar wel beter lukken? Want ja, dat lukte natuurlijk niet helemaal, hè? Het dichter bij het publiek halen is met de zeilsport altijd best wel lastig, want het vindt gewoon verderop op het water plaats. Maar ik ga ervan uit, het is natuurlijk een professionele organisatie die dat neerzet, dat ze geleerd hebben van de lastige punten. Ik ben wel zelf het water op geweest, dus het dichtbij kunnen zien, maar vanaf de kant is dat gewoon ietsje lastiger, maar voor de watersportliefhebbers zijn er voldoende mogelijkheden.
En dat gaat weer in Amsterdam, Almere en Lelystad plaatsvinden. Dus ja, grootste watersportevenement van Nederland. Dus dat is hartstikke, daar ben ik trots op dat dat vorig jaar gelukt is. En dat we dat komend jaar weer gaan krijgen. Ja, mooi. In ieder geval ook veel werk voor de toekomst natuurlijk. Maar goed, dat is je job nu eenmaal. De directeur Almere City Marketing, Nick Smit. Dank u wel.